De coronapandemie laat zien dat de zorg piept en kraakt. De arbeidsmarkt krimpt en de zorgvraag neemt toe. Daarom moeten we de zorg slimmer organiseren. Daarvoor hebben we een sterk thuiszorgteam nodig, als speel in de wijk. In dat thuiszorgteam heeft de wijkverpleegkundige de regie. Hij of zij vervult samen met het team meer rollen dan alleen die van zorgverlener. Binnen Omring hebben we die rollen beschreven. Deze animatie laat zien hoe wijkverpleegkundige Jasmijn deze rollen samen met haar team vervult. Als gezondheidsbevorderaar heeft Jasmijn de kwetsbare mensen in de wijk in beeld. Zij zet gericht zorg en ondersteuning in naar aanleiding van signalen uit het team. Zo kunnen mensen langer thuis wonen en blijven doen wat ze belangrijk vinden. Als coach en kwaliteitsbewaker zet Jasmijn de betrokken collega's optimaal in om zorg te leveren. Ze zorgt dat het team op de hoogte is van de laatste wetenschappelijke inzichten en checkt of het team hier ook naar handelt. Ook de teamleden zijn hier alert op. Als regisseur en organisator is Jasmijn verantwoordelijk voor de organisatie en de inzet van zorg en ondersteunende diensten en het beheer van het cliëntbudget. Ook heeft zij aandacht voor een soepele overgang tussen de zorg thuis en op locatie. Dit kan zij echter niet zonder hulp en inbreng van het team. Als laatste vervult Jasmijn de rol van verbinder en ambassadeur en zorgt ze dus samen met diverse partners voor een netwerk in de wijk. Samen met het team is ze de schakel tussen cliënt, mantelzorgers en verschillende professionals en instanties. Jasmijn is op bezoek bij meneer Jaspers en zijn dochter, die zich zorgen maakt. Haar vader wordt ouder en kan steeds minder goed voor zichzelf zorgen. Jasmijn brengt zijn gezondheid in kaart en vraagt meneer en zijn dochter wat voor hen belangrijk is. Samen bepalen ze welke zorg en ondersteuning nodig is. Dit doet ze vanuit haar rollen als zorgverlener en gezondheidsbevorderaar en met de theorie van positieve gezondheid. Dit kan ze niet alleen. Haar collega Ineke, verzorgende IG, kijkt bij elk bezoek aan meneer Jaspers of het nog wel goed met hem gaat en overlegt met Jasmijn. Als hiervoor reden is, Ineke ziet dat meneer Jaspers eenzaam is. Zijn dochter woont ver weg en kan er niet altijd voor hem zijn. Ineke overlegt met Jasmijn. Jasmijn kent vanuit haar rol als verbinder het netwerk van vrijwilligers in de wijk en vertelt Ineke hierover. Ineke regelt dat vrijwilliger Tom elke week langskomt om met hem te gaan wandelen. Dit doet ze vanuit haar rol als gezondheidsbevorderaar. Vanuit hun rol als organisator en regisseur kijken Ineke en Jasmijn verder dan de standaard zorg. Wetende dat meneer van Lekker eten houdt, vertelt Ineke hem dat hij als lid van Omring korting krijgt op de maaltijdservice. Terug in het wijkgebouw vertelt Jasmijn over haar aanpak. Niet iedereen bleek op de hoogte van de theorie van positieve gezondheid, waarmee je verder kijkt dan fysieke gesteldheid. Ze besluit een lunchbijeenkomst over het thema te organiseren en nodigt ook de nieuwe huisarts uit. Het is een leerzame bijeenkomst en de huisarts en het team kennen elkaar nu ook. Ze doet dit vanuit haar rollen als coach en kwaliteitsbewaker, en van verbinder en ambassadeur. Samen met jullie willen we bij Omring de speelfunctie van de teams versterken. Binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie.